bij een nieuwe video of welkom terug. Ik heb vandaag een andere soort video voor jullie dan beauty. Vandaag ga ik het hebben over mijn piercings. Ik heb sinds denk ik nu 2 jaar heb ik piercings en ik krijg er sindsdien echt gewoon heel veel vragen over. Dus nu heb ik gewoon besloten om even te gaan zitten en jullie vragen te gaan beantwoorden. En ja, als je meer wil weten over de verzorging, doet het pijn, hoeveel heb ik er gezet en meer informatie daarover, blijf dan vooral kijken. Nou, allereerst, ik heb 4 normale gaatjes, dus 2 gaatjes aan deze kant, aan de onderkant van mijn oorlel. En ik heb er 2 aan deze kant. Mijn gaatjes heb ik al sinds dat ik baby ben. In Costa Rica, ja, daar ben ik geboren. Is het volgens mij redelijk normaal om gewoon je eigen kinderen zeg maar door te prikken. Dus mijn moeder heeft die voor mij gezet. En de tweede, dat was deze. Ik was 13 jaar oud en ik geloof 13. En ik weet nog dat ik heel graag een tweede gaatje wilde. Dus toen mocht ik, als ik 13 werd, mocht ik er eentje zetten. En ik was zo blij, maar ik mocht er maar eentje. En ik heb echt waar jaren rondgelopen met 3 oorbellen. Dus ik heb volgens mij pas, ja, vorig jaar pas, heb ik zoiets gezegd van, waarom heb ik er eigenlijk maar 3? Ik ben al oud genoeg en ik had al de piercings. Ik had zoiets van, fuck it. Ik ga gewoon mijn 4e schieten en het zal wel. Ik was in de stad, ik liep langs en ik heb gewoon, mijn piercing laten zetten. Of nee, mijn oorbel laten zetten, mijn 4e. En die is heel snel genezen, maar daar praat ik meer over zometeen. Dus dit zijn de standaard 4 oorbellen die ik heb. Volgens mij tellen de 2e gaatjes niet als piercing. Ik laat al mijn piercings altijd, altijd, altijd bij Queen of Rings in de stad zetten. Ze zijn heel hygiënisch, heel vriendelijk. Ze staan altijd open voor vragen die je hebt. En ik vind het gewoon heel erg fijn om daar naartoe te gaan. En ik ga ook echt nergens anders. Ik heb ooit een andere piercing gehad. Maar allereerste echt officiële piercing was hier eentje. Net eronder waar mijn horloge zit. Ik heb ook een hele lelijke littekenaar. En daar zit een dermal piercing. En als je niet weet wat het is, dat is een piercing die zeg maar onder je huid doorgaat. Er zit een ringetje en onder de piercing schuift er zeg maar zo'n staafje door. En die zet de piercing vast in de huid. Die was niet hygiënisch gezet, heel goedkoop gezet. En die was eigenlijk bijna meteen ontstoken. Dus die heb ik eruit moeten laten snijden. En ik weet gewoon, het plek waar ik naartoe was gegaan was gewoon niet hygiënisch. Dus dat adviseer ik wel altijd. Als je een piercing gaat zetten, zorg ervoor dat je naar een hygiënische plek gaat. Waarbij, je mag gewoon best kieskeurig zijn over de plek waar je naartoe gaat. En soms kost het gewoon wat meer geld. Maar ik adviseer wel altijd van, doe dat dan liever. Dan dat je zeker weet dat je een goede piercing hebt. En dan niet met vuil in je huid eigenlijk al gelijk erin zet. Mijn allereerste piercings heb ik gezet in september 2016, geloof ik. En dat waren, even kijken welke waren dat? Oh ja, dat was de tragus en dat was de conch. De tragus is het stukje wat uitsteekt eigenlijk bij je oor. En je conch is je oorschelp. Het is maar 1 piercing. Het is een sieraad met meerdere diamantjes, maar het is er 1. Dus de conch en de tragus waren de allereerste. Ik heb er toen voor gekozen om gelijk 2 te zetten. Ik had zoiets van, ja, weet je, als ik toch ga zetten, doe dan maar gaan gelijk 2. Ik ben iemand, ik heb geen geduld, ik wil het nu. Dus ik heb ze allebei tegelijk gezet. Ook allebei aan dezelfde kant, want ik had zoiets van, oké, als ze gaan genezen, ik moet wel op een bepaalde kant kunnen slapen. Dus ik heb ook heel lang op mijn linkerkant geslapen. Ik hoor ook heel vaak dat het niet wordt geadviseerd om 2 tegelijk te schieten, of te piercen trouwens. Omdat het dan moeilijker is, het geneesproces kan langer duren en dat klopt. Maar dit waren compleet 2 verschillende plekken, dus dan heeft je huid wat minder moeite met het herstellen. En dat waren mijn eerste 2 piercings. Ik heb toen volgens mij een jaar lang niks meer gedaan ermee. Gewoon gelaten, laten genezen. En toen heb ik met 2 andere piercings gezet. En dat zijn de Rogue en de Dave. De Dave is zeg maar dat ringetje die ik hier heb zitten. En de Rogue is dat sterretje wat ik hier heb. Ik moet zeggen, volgens mij is de Rogue niet zo bedoeld. Hij gaat bij mij recht naar achter. Dat wilde ik graag. Omdat ik die 2 ook tegelijk heb geschoten. Nee, gepierst. Ik heb ze niet geschoten. Ik heb ze gepierst. En ik wilde dat ze niet tegen elkaar aankwamen. En dat het anders niet te veel gedoe werd om te genezen op 1 plek. En ik vond het sowieso mooier. Dus die van mij is recht naar achter geschoten. Ze hebben hem eerst verkeerd geschoten. Omdat het gewoon best wel moeilijk is. Omdat hij eigenlijk traditioneel, officieel niet zo hoort. Dus ze moesten even uitzoeken hoe ze die gingen piercen. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Het gaatje groeit gelijk dicht. En ik heb hem erin zitten en ik heb een klein sterretje daarin. En de Dave heb ik ook gelijk laten zetten. En die gaat volgens mij langs 2 stukken kraakbeen, als ik het goed heb. Of niet? Nee, 1. 1 heel dik
stuk kraakbeen. En dat was ook de pijnlijkste piercing die ik ooit heb gezet. En ook de meest moeilijke met het genezen. Maar daar ga ik zo over verder. Laatst heb ik een look gedaan. Waarbij ik nep piercings van de Primark hier had gezet. En ik dacht, hey, staat eigenlijk best wel leuk. Waarom niet? Ik was in de stad met mijn familie. En ik zei tegen de meiden, hey, weet je wat? Ik heb zin om een piercing te zetten en we gaan. Dus we zijn gegaan. Hun hebben ook een piercing gezet. En ik heb deze twee gezet. Dat is nu een maand geleden. En dat zijn voor nu de laatste piercings die ik heb. Ik had de bovenste piercings niet benoemd trouwens. En dat zijn helix piercings. En ik heb er twee tegelijk naast elkaar gezet. Die zijn nu in het genezen. En wanneer dat is genezen ga ik alles omgooien naar goud. Vind ik gewoon mooi. Ik heb een gele ondertoon. Ik ben warm, zeg maar. En ik vind dat eigenlijk mooier staan. Ik ben gewoon met de flow meegegaan. Toen mijn allereerste piercing erin ging, is gewoon een standaard zilver. Volgens mij kun je wel gouden kiezen. Ik weet niet waarom ik dat niet heb gedaan. Maar dus dat is wat ik nu heb. Welke deed het meest pijn? Nou, zoals ik al net zei, dat is de Dave. Die deed echt het meest pijn, omdat ze gewoon niet in één keer door kunnen piercen. Ze moeten echt even wachten en bewegen en de goede plek zoeken en dan weer verder piercen. Dus dat deed zeer. Maar voor de rest vond ik ze allemaal gewoon echt heel erg te doen. Ik ben heel erg kleinzerig wat kleine pijntjes betreft. Je kan me echt een schop geven. Ik kan tegen die grote pijnen, maar die kleine pijntjes kan ik heel slecht tegen. En als ik zeg het is echt wat te doen, geloof me. Het is echt wel te doen. Daarbij kan ik ook gelijk de vragen beantwoorden. Deed het pijn? Tuurlijk, je voelt echt wel wat. Het is een hele gemene pijn even. Maar ik zeg altijd even van laat haar aftellen. En wanneer je voelt dat het inderdaad erin gaat, heel diep inademen, uitademen en dan zit het er al in. Dus dat is eigenlijk de enige tip die ik kan geven wat dat betreft. De verzorging en de genezing. Ik weet dat ze adviseren om met Unicura, dat is zeep, te wassen elke dag. Heb ik mijn eerste piercings wel gedaan. Alleen op een gegeven moment merkte ik dat het gewoon best wel goed ging. Ik heb zelf een zoutoplossing gekocht bij Queen of Rings. Ze hebben een zoutoplossing in verschillende kleuren. Is maar 4 euro geloof ik. En daarbij is het ook makkelijker om het op een wattenstaafje te spuiten en daarmee alles netjes schoon te maken. Dat werkt volgens mij net zo goed als de Unicura. En het is best wel lastig als je best wel ruw met je hele hand alles gaat schoonmaken en wassen. Dus dat is mijn manier van verzorgen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de eerste twee piercings mega goed heb verzorgd. En de tweede piercings had ik zoiets van, nou, ik weet nou ongeveer wel hoe het gaat. Ik heb ze laten zetten en ik laat het eigenlijk gewoon in zijn gang gaan. Ik maak het natuurlijk wel schoon, maar ik heb er niet zo extreem veel op gelet als bij de eerste twee. De bovenste ging prima, maar de tweede was gewoon een lastige plek. En dan heb ik het weer over de Dave, het ringetje. En die is echt heel dik geworden. Gewoon dat ik gewoon leek alsof ik een worst in mijn oor had. Dat was gewoon echt niet charmant. En ik heb ook echt op het puntje gestaan om het weg te halen. Maar ik was zoiets van, nee, ik geef niet op. Ik wil deze piercing zo graag erin hebben. Dus ik ben teruggegaan naar Queen of Rings. Heb ik gevraagd om advies. En dat zag ik ook op het internet staan, maar ik wilde toch graag van hun gelijk weten, van hun direct. En hun zeiden van kookwater, hele grove korrels zout, mengen daarmee. En dat eigenlijk als het een beetje is afgekoeld tegen je oor aanhouden, 10 minuten elke avond doen. Ik heb het 2 dagen gedaan en mijn oor was helemaal genezen en sindsdien heb ik nergens last meer van gehad. En ik was echt verbaasd, want ik dacht echt van wow, dit best wel heftig en ik wil hem bijna eruit gaan halen. Dus mocht je daar last van hebben, gewoon een ontsteking, zoutwater, dus heet zoutwater zelf maken. En elke avond 10 minuten met een wattenstaafje of met een wattenschijfje er tegenaan houden, werkt prima. Dus dat is eigenlijk de verzorging en de genezing. Welke genezen dus het minste was deze. En deze twee zijn nu echt super snel aan het genezen. Die is niks mis mee. Ze zijn een klein beetje gevoelig. Maar ik verzorg ze gewoon elke dag met de zoutoplossing die ik heb gekregen. De spray van Queen of Rings. En dat gaat prima. En dan over het piercen zelf. Ik adviseer om al je piercings echt te laten piercen. En niet schieten. Volgens mij heb ik dat al eerder gezegd. Maar het kan goedkoper zijn. Maar volgens mij als ik het goed heb begrepen. Zodra je gaat schieten met een schietpistool. Heb je de kans dat de kraakbeen scheurt. Dus niet alleen het gaatje wat daaromheen gaat ook scheuren. En daar kun je ontstekingen door krijgen en gewoon een misvormd oor. En dat wil je niet. Je wil natuurlijk gewoon dat je oren er goed uitzien. Dus geef er even die extra 20 of 30 euro uit. En zoek een goede piercer die jij vertrouwt. Extra moeite gaat het echt waard zijn. Want je wil niet 20 of 30 euro minder spenderen. En gewoon een bloemkooloor hebben. En gewoon je oren hebben verpest. Dus dat adviseer ik wel heel erg. Let erop dat ze piercen. En dat ze de piercings niet schieten. Dat natuurlijk met je oorbelletjes, je onderaan bij je oorlel, dat maakt niet uit. Zit geen kraakbeen, dat is geen probleem. Maar ik zou het wel adviseren om met je andere piercings wel echt te laten piercen. Dan over de sieraden. Ik krijg echt heel veel vragen altijd over mijn
piercing, deze. Dus die ene met meerdere diamantjes. En die heb ik dus van Queen of Rings zelf. Al mijn diamantjes en mijn piercings heb ik daar vandaan. Ik wil wel andere en ik wil gaan afwisselen met mijn piercing, zoals ik net al zei. En daar moet ik iets meer onderzoek over doen. Mocht ik een nieuwe earparty hebben, dat is dus als je nieuwe sieraadjes of gewoon sieraadjes erin hebt. En eigenlijk een earparty. Ik denk dat het een beetje, voor mij klinkt dat logisch, maar wanneer je gewoon meerdere oorbellen in je oor hebt en het gewoon super leuk eruit ziet. Dan zal ik daar een update over doen. Maar voor nu blijft het nog even totdat het is genezen. En ja... Ik hoop dat ik alle vragen heb beantwoord die jullie hadden. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Mocht jullie nog vragen hebben, laat ze achter in de comments. Dan ga ik ze zeker beantwoorden voor jullie. En ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben gehad. Wat prijzen betreft raad ik aan om met je plaatselijke lokale piercer, tattoo shop, pierce shop, om daar even prijzen op te vragen. Bij Queen of Rings verschillende prijzen ook. Dus ik zou daar even contact voor opnemen met hun. Ik hoop dat jullie het een keer leuk vonden, zo'n video anders dan make-up. En laat het me weten in de comments een vraag nogmaals als jullie die hebben. En ik zie jullie de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!